Ja, de buitenlanders zijn jaloers op onze reserves tussen twee haakjes. Ja. Tuidert en Ritsma. Maak eens een ranglijst van de dit seizoen gereden 3 kilometers. Wat het dichtst in de buurt komt bij de afstand die nu moet worden gereden. Dan staat Verheijen 2e op die lijst. Tuitert 6e. Wennemars 7e. Kramer 10e. 4 man bij de eerste 10. Maar de Noren hebben wel de ranglijst aanvoerder in dat opzicht. Want Ervik reed dit seizoen op de 3 kilometer het wereldrecord. En Lasse Setter erachteraan. Echte 10 kilometer rijden heeft moeite met de start. De Nederlanders zijn goed weg. Greunen moet het tempo bepalen nu. En dat betekent dat de Nederlanders flink kunnen wegrijden van de Noren in de eerste ronde. Zo, een seconde op 200 meter. De Nederlanders op de snelste opening. Eerste volle rondje in 31-41. Sneller dan de Duitsers. Gisterochtend training. Trainers een paar keer op start. En dan 3 volle rondes. Reden toen met 26ers. En dat was eigenlijk iets te snel. Tuitert de kop nu. Ritsma daartussen. Verheijen in derde positie. Volle ronde in. Voorzichtig. Maar nog steeds sneller dan de Duitsers. Grodem heeft nu al moeite hoor. Het gaat hem net iets te snel. Hier op de World Cup hier in december. Reed Eskil Ervik bijna 4 ronden om kop. Dat zal hij nu niet doen. Zeker niet in deze ronde, deze voorronde. Waarin de risico's natuurlijk toch maar beperkt zijn. Je kunt niet worden uitgeschakeld. Kijk, 1.74 zijn we een halve seconde langzamer dan de Duitsers. Wat gaan we daar aan doen? Ritsma op kop. Heerlijke slag om in te rijden. Dat doen ze goed. En nu nog steeds langzaam naar Duitsers. De Duitsers hadden 1.54.6. En de Noorden komt Oystein Grodem op kop. Eskil Ervik in tweede positie. Als ze eenmaal een eentje onderweg zijn, die kan die Greunen natuurlijk wel het tempo gaan bepalen. Het lijkt erop dat we het Noorden wat gaan versnellen. 28 blank deze ronde. Nee, toch niet. De Noorden die houden die snelronde niet vol. De tweede tussentijd voor de Nederlanders. En als ze de Duitsers voorbij willen gaan, is nu de kans. De Duitsers kwamen nu door in een rondje van 29-3. Ja, sneller dan de Duitsers nu. 28-0, precies zoals Ritsma vanochtend ook vertelde in de training. En kijk, de Noren worden uit elkaar getrokken. Ritsma vertelde vanochtend al, als we allemaal rondjes 28-0 kunnen rijden, en met name die laatste 3... Daar wordt de wedstrijd gewonnen. Ervik kijkt om. Wat gebeurt er achter mij? Hij heeft contact met Sertre. Kan Greunen volgen. Duitsers klokte hier 3.20.94. Nederland onder de 3.20. Kijk naar Ritsma. Ritsma. Nou, die houdt het bij. Ja, die zal op zijn tanden bijten. Hij wilde erbij zijn in Turijn. Mag het een beetje pijn doen, dat geeft niet. Niet vallen. 3.49.59 de tijd van de Duitsers. Nederland daar toch dik onder nog. De laatste 3 ronden, daar zat de winst.